dankjewel Hendrika. Ik ben hier in 1895 bij de recensent meneer Van Kampen. Meneer Van Kampen heeft een recensie geschreven over het boek Een nagelaten bekentenis. Meneer Van Kampen, ik vroeg me af, wat vindt u van dit boek? Wel, Een nagelaten bekentenis is zelfs van voor zijn beste vrienden een verrassing geweest. En dat zal het nog meer zijn wanneer blijkt dat dit zijn rijkste, diepst doordachte en doorleefde werk is. Het zou mij niet verwonderen dat men later vragen naar het boek waarin zich het karakter van eenmans talent het duidelijkst en het volledigst uitspreekt, naar een nagelaten bekentenis wordt verwezen. Maar zelfs eenmans heeft naar mijn mening het beste van zijn talent in het boek Een nagelaten bekentenis gelegd. Dank u wel. En waarom vindt u dit? Wel, zijn talent was nodig om van een psychisch geval van zo'n bijzondere aard een boek te schrijven van bijna 300 pagina's, zodat het tegelijk een literair kunstwerk werd. U vindt het dus duidelijk een meesterwerk. Hoe hebben uw tijdgenoten het ontvangen? Daar kan ik het volgende over zeggen. Een nagelaten bekentenis werd niet geschreven om de lezers van den grond te beuren, te verwarmen of te bezielen. In dit boek komt alleen de realiteit voor en die kan soms hard zijn. Eenmans ontving allerlei brieven over zijn boek. Velen herkennen zich in het thema of zelfs in de hoofdpersoon, waardoor zij opnieuw in de put raakten. Anderen gaven kritiek op het feit dat het leven zo somber werd neergezet. De meningen waren dus nogal verdeeld. Dank u wel. Ja, dit is natuurlijk een van de eerste werken van naturalistische schrijvers uit Nederland. Wat is nu de invloed geweest van dit boek? Dit boek zal ongetwijfeld invloed hebben op de schrijvers van de toekomst. Ik kan als recensent niet in de toekomst kijken, maar zoals ik al eerder zei, een nagelaten bekentenis zal later nog worden herinnerd als het bewijs van eenmans talent. Ook herkennen veel mensen zich in de protagonist en zagen eenmans als hun vertegenwoordiger van dat gevoel. Dank u wel voor uw bijdrage. Nou Hendrika, ik kan wel in de toekomst kijken, dus terug naar de studio. Hallo Hendrika, momenteel sta ik hier in 1951 bij meneer Van Oorschot. Meneer Van Oorschot, u heeft ook een recensie geschreven over dit boek en inmiddels is al de derde druk uit een hele tijd overheen gegaan. Wat vindt u van dit boek? Ja, dat klopt. Ik denk dat wij allen zijn boek niet alleen erkennen als een historische belangrijkheid. Bovenal zijn het ook nog steeds de werkzame letterkundige kracht en waarde, waardoor een ontkenning gebouwd, gevoelslevend, groot, boeiend en imposant tot gestalte komt. Wij hebben in Marcellus Eenmans vooral van de eerste grote tegenspelers van de gemoedsgewoonte van de Nederlandse burger uit de tijd gezien. Hoe is dit boek nu ontvangen door u en uw tijdgenoten? Is dat echt verschillend dan toen het geschreven was? Ja, het heeft dus ruim een halve eeuw geduurd voordat er een nieuwe derde druk verscheen. En dit is dus een bewijs hoe ongeneigd het Nederlands volk is geweest. Een literair werk van grote waarde om een literair werk van grote waarde te aanvaarden. Dat een op onbedachte uitberust optimisme aantastte. Dank u wel. Welke invloed heeft nu dit boek gehad? Want nu is het natuurlijk een hele andere situatie en heeft er een oorlog plaatsgevonden. Wat is nu de invloed van dit boek? Ja, langzamerhand heeft de vraag naar de gevoelsbegeleiding van ons leven een geheel andere grondslag gekregen. Zodat ik kan verwachten dat in onze tijd de weerstanden van toen niet meer in die mate bestaan en dit boek een bredere erkenning kan krijgen. Dank u wel. Hendrika, terug naar de studio.